Goedemorgen, lieve luisteraars en lieve kijkers van de podcast Eerste de Beste. Lars. Goedemorgen. De podcast over de Keukenkampioenvisie. Het is maandagavond, 10 voor 8. Maar we zeggen natuurlijk goedemorgen. Woensdagmorgen, 6 uur. De echte diehards zitten er alweer klaar voor. Ja, zeker weten. Lekker in het autootje na het werk, lekker luisteren naar de Eerste de Beste. Die mensen hopen gewoon dat ze file hebben. Ja. Hopen gewoon dat ze file hebben. Dan kunnen ze lekker afluisteren. Ik ben hier natuurlijk met Ferry en met Joop. Jongens, we kunnen er niet omheen. Ja. Het is misschien niet helemaal in het straatje van deze podcast, maar... Jij wil naar Max toe natuurlijk, hè? Wereldkampioen. Ja. Ja, zou ik maar gelijk beginnen? Doe maar. Ik heb gisteren helemaal niets gevoeld. Ik heb geen blijdschap gevoeld. Ik heb geen verdriet gevoeld of irritatie. Die sport doet mij gewoon helemaal niets. Maar je kan er niet omheen. Hè? Je kan er niet... Verleden week ging op de social media, daar zitten wij alle drie wel regelmatig op en onze luisteraars ook. Ging alleen maar over Olaf Mol en Jack Ploy. Die gaan dus niet naar Viaplay. Ja, ik weet het gewoon, want je kon er niet omheen. Nee, Viaplay. Nu moet ik zeggen, Olaf Mol, die herken ik nog wel. Maar ik weet oprecht niet wie Jack Ploy is. Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet. Ja, dat dus jongens, is... ik heb er gewoon helemaal niets mee. Maar ja, dus, maar Olaf Mol, maar dan twee rimpels meer. Ja, Olaf Mol met nog even wat wittere tanden. Ja, tuurlijk. Ja, Jack Ploy is zeg maar een man zo bruin als een aktentas. Met hele witte tanden. En die daar op elk circuit Max een veer in zijn reet staat te maar steken. Maar jij bent wel een Formule 1 fan. Ik ben een Formule 1 fan al sinds... even heel kort. Ja, ik kom uit een autofamilie. Mijn familie heeft allemaal bij de Renault gewerkt. En die is heel lang toch wel... Renault, ja, tuurlijk. Ja, Renault is toch wel... Ja, zeker. Ja, ja. En later toen in midden jaren 2000 ook nog een keer met Alonso. Dus ik kom een beetje vroeger Formule 2, Formule Renault. Maar ik ben echt wel... Je bent opgevoed om naar Formule 1 te kijken. Ja, en daarom... Die oude van je. Nee, maar daarom had ik ook een beetje in dit geval... natuurlijk, hè, als Nederlander zijn hoop je dat Verstappen wint. Maar ik had het... Hamilton had degene kunnen zijn die 8 wereldtitels gepakt had. Had ik nooit kunnen denken. Hè, dat iemand ooit de 7 titels van Schumacher voorbij zou gaan. Had ik ook mooi gevonden. Maar toch, ik vond het gisteren wel heel erg vet. Zat je ook echt in een oranje shirtje te kijken dan? Nee, dat niet. En jij, Hoekie? Nee, ben jij mol? Nee? Heb je wel gekeken? Ja, ik heb wel gekeken, ja, tuurlijk. Ja, als er iets te vieren valt, ben ik van op tijd. Nee, ik ben wel een... Hoe moet je dat zeggen? Ik zie ieder jaar wel een ratio 5. Ja, precies. Dus als het uitkomt... Ik blijf niet voor thuis, maar... Dus hij kijkt er echt wel af en toe. Ik kijk wel. Ik heb er gigantisch veel verstand van. Maar... Nee, het is niet dat ik voor thuis blijf of zo. Oh, nou, weet je wie ook echt de liefhebber is? Hè? Dat hebben we allemaal gezien gisteren. Ali B. Ali had het na zijn zin. Met die rap, heb je dat gezien? Die rap voor Max. Hij kwam Max tegen na de show. Kwam hij met echt een verschrikkelijk slechte... Ja, wat was nou een van de dingen van... Hey, Max, je bent gewoon heel erg cool. Door jou drink ik 8 Red Bull. Ja, Max, jij bent een inspirator. Jij laat mensen trillen. Net een vibrator had hij. Het was zo verschrikkelijk. Ik heb één ding, daar zat ik op te hopen. Dat heb ik gemist met Ali B. En ik had eigenlijk gehoopt dat hij ging streaken. Ja? Tijdens de race. Ja, dat was mooi. Hij was wel echt lam. Hè? Maar weet je, ik wil het een beetje opnemen voor Ali. Oh. Want hij is rapper van zijn beroep. Ja. Het was zo verschrikkelijk Max slecht. Is rapper, hoor. Dat ik heb geprobeerd om een nog slechtere rap te schrijven. Oké, nou. Maar ik heb hem dus 4 keer over moeten doen. Maar dit is geen beauty, hè? Dit is geen beauty. Ik heb hem 4 keer over moeten doen. Nou. Want het was steeds te goed, maar het moest nog slechter. Ik heb een rap geschreven voor. Maar het rijmt wel. Het is super slecht. Het is super ongemakkelijk. Ik probeer echt een beetje Ali toch nog een beetje... Dat die denkt van, ik was niet de slechtste. En dit is voor de chef keukenkampioen divisie. Oh. Yo, Lars Amatti, jij bent die chef KKD. Eten, drinken, gekke jakka. Geef die bal lekker mee. Je maakt nu die content op het internet. Je denkt, je bent 12 jaar. Eerlijk, je koep is kaal, maar je hebt geen haar. Maar laat me zo zeggen, je bent een inspirator. Je laat mensen trillen net een vibrator. Dat rapte Ali B dus ook, hè? Ongelooflijk. Vrijdagavond is je avond als chef KKD. We gaan naar de top en hoger. Neem mij een hoekie lekker mee. Dit was hem, jongens. Dames en heren. Het was slecht en ongemakkelijk, toch? Of niet? Hier ik heb echt mijn best gedaan. Hier rappen we niet meer over. Ik vond hem heel erg goed. Ja, maar ongelooflijk. Ali B, die heeft zich eigenlijk helemaal laten gaan, hè? Net nog eventjes. Er kwam nog een filmpje voorbij. Ali B schijnt in de paddock. Hè? Dat is dus waar de auto's en de het is stil. Wat had hij gestuurd? Het is stil aan de overkant gezongen. Ja, dat was hij aan het zingen. Ja, dat is redelijk nat dan, denk ik.
Ja, ik vond het gewoon waanzinnig. Ja, ik vond het sowieso waanzinnig. Al die BN'ers daar te zien. Nog nooit heb Gordon. Ik ze ergens... Gordon. Oh, het was zo geweldig. Ik denk, je hebt godverdomme er nooit een race gezien volgens mij. En nou staan ze, omdat ze een paar knaken en wat connecties hebben, staan ze daar. Ja, ik ben voor de rest niet jaloers. Beetje. Nee hoor, maar ik vond jij, dan ik zag, een beetje... Ik zag, kijk, want je kan er niet omheen. Ik kwam Leeuw Kleine zien op de foto met die witte tanden van hem. Je ziet een Patrick Kluivert lopen op pantoffeltjes. Op een racebaan. Het is wel één grote... Het is wel één grote patsa gebeurd. Ja, is het die ook. Formule 1. Is het ook. En Rico, hè? Rico Verhoeven met Martin Garrix, die dan helemaal... Oh, ja, Maxi, allemaal ben jij goed. Oh, wat vinden ze elkaar goed en gaaf en geil. Ik vind het om te kotsen. Oh, echt waar? Laten we lekker doorgaan met die geile Formule 1. Maar mensen, we hebben het wel even over gehad, want je kan er niet omheen. Nee, zeker. Waar mensen schijnbaar ook niet omheen kunnen, zijn de opmerkingen van jou in deze podcast. Ik moet mijn excuus aanbieden. Ja. Excuus. Ik heb verleden week Ralf Seuntjes een beetje vergeleken met een nummer 10 in de kelderklasse. Een iets te dikke nummer 10 met een dikke reet. Dat heeft Ralf, heeft dat gehoord. Hij is een trouwe luisteraar. En Ralf die heeft... Vond hij niet leuk, hè? Hij heeft gereageerd. Daar gaan we nu naar luisteren. Wil jij hem afspelen? Oh ja. Doe jij hem even. Hij speelt in eerste de beste app. Oh. Ja, de mijne is bijna op. Ik kijk het via mijn computer doen, wacht. Ja. Dit was echt fucking leuk, man. Ja, man, ik heb hem gehoord, man. Wat een mafketel, zeg. Wat een gek. Jopie buiten, ouwe. De man, ouwe. Laten we even vragen aan medespelers van NAC Breda wie voor zijn leeftijd het meest afgetraind is van de NAC-selectie. Laat Jopie buiten even dat straatje. Hey. Nou, je hoort het zo, het doet hem helemaal niks. Nee. Het laat hem helemaal koud. Niet, hè? Jopie buiten houden. De man houden. Ja, de man houden. Laat hem even pikkie. Maar ik heb mijn journalistieke plicht gedaan. Ik heb aan Nicolaes, de keeper van de NAC, gevraagd. Ik zei, hey Nick, alles goed? Belangrijke vraag. Klopt het dat Ralf Seuntjes voor zijn leeftijd een afgetraind lichaam heeft? Hij reageerde serieus binnen 2 minuten. Dus hij was zo geestig om te antwoorden. Hij hoop. Alles zeker goed. Let op. Ralf is de meest hardwerkende speler waarmee ik mee heb gespeeld. Hij is compleet afgetraind. En ik denk de meest afgetrainde 30-plusser die ik mee heb gemaakt. Ja, maar wat stond hieronder? Groetjes Ralf. Want dit moet hij zelf geschreven hebben. Er gaat toch geen ander... Dus, nou ja, serieus, weet je, zo reageert Nick. Dus ik moet toch wel... Ik moet een beetje... Ik ga door het stof. Ik zeg Ralf Seuntjes, sorry. Sorry. Maar wat ik wel... Ik kan niet anders. Nee. Dit is gewoon pure journalistiek. Ja. Wat hij is afgetraind. Is dat Nicolai dat zegt van de meest afgetrainde 30-plusser. Wel 30-plusser. Die heeft meegemaakt. Terwijl die vorig jaar heeft Nicolai gewoon met Anko Jansen gespeeld. Ja, dat is ook wel afgetraind. Zeg afgetraind, zeg Anko Jansen. Ja. Ja, toch? Ja. Leuke vent ook, die Anko Jansen. Zit nou lekker op Java zitten, jij? Volgens mij wel, ja. Ja, die ja, heeft het goede leven daar. Ja, lekker man. Hey, maar... Dus excuses bij deze... Zeker. Sorry Ralf Seuntjes. Ralf, stuur even een voice memo terug of je het accepteert. Ja, ga. Van Jopie Buit, Pikkie. Moet je luisteren. Stuur even wat de terug. Man houden. De Ravanelli van de Haagse beemden, hè? Hey, luister eens jongens. Zondag was natuurlijk een hoogtepunt, maar ook vrijdagavond. Want wat gebeurde daar? We hebben gisteren een ontknoping gehad, maar dat was vrijdag natuurlijk niet anders. Ja, vertel. Excelsior, uiteindelijk toch nog periodekampioen. Ja. Door dat tophos... Ja, nog even snel de 1-1 maken. Lekker een lekkere koppel van die Tejan, hè? 1-1. Ja. En het was weer, hè? Kijk, we lullen iedere week over hem. C.U. Adalinga. Ja. Moet er gewoon weer 2-1. Ja, absoluut. Kijk. Absoluut. Fenomeen. Ja, nou moet ik zeggen, die eerste was niet mega moeilijk. Die tweede vond ik wel heel mooi. Die eerste, dat was een indikertje. Maar je moet er staan. Ik wil net zeggen, je moet er staan en hij doet het. Ja, ik vind het knap van Excelsior, want dan draaien ze eigenlijk nog niet eens, hè? Nee. Toch? Nee. Een paar weken geleden hebben we erover gehad. Ja, daar hebben we ook kritiek op gehad, hè? Dus moet je nagaan als die gaan draaien. Ja, dan is er helemaal geen... Ja, zeker. Maar ik vind het ook wel een leuk team, hè? Ze hebben dan, weet je, Dallinga, die schiet alles in. Ik vind die Asser kan ook een leuke speler, buitenspeler. Ja. Niemeyer. Niemeyer, zeker. En die rechtsback, hoe heet hij ook alweer? Die rechtsback van Excelsior? Ik hou even mijn mond. Het zou vast een lastige naam zijn die ik helemaal verkeerd uit ga spreken. Zeg het maar, jongens. Nee, ik kom er ook even niet op. Oké, laat het even zo. Stel dat je engnekken zijn het, hè? Hey, maar meneer Dallinga, 24 goals momenteel. We zijn nog niet op de helft. We hebben het al vaker gevraagd, waar eindigt dit? Hij zegt zelf, dit is een soort,
Dit seizoen gaat alles supersnel. Dat had niemand verwacht. Dit is wat je wil als voetballer. En het maakt mij alleen maar gemotiveerder. Het is mijn intentie om hier te blijven. Die gaat. Die gaat weg. Die gaat. Die gaat naar Heerenveen toe. Dat zeg ik al het hele seizoen. Die gaat gewoon naar Heerenveen toe. Maar weet je wat het is met dit soort gasten? Die zijn nu gewoon voor een tonnetje of 4 op te halen. Ja. Als Heerenveen nu in de winterstop komt, dat is 4 ton. Ja. Denk ja. ik. Zoiets. Daar kunnen ze geen 2 miljoen voor vragen. Nee, tuurlijk niet. En hij moet, maar hij moet ook gewoon nu weggaan. Die gozer zit in zo'n flow. Weet je, stel je voor dat hij na de winterstop ineens geen bal meer raakt. Want het was vele jaar ook gebeurd met die Omerson. Volgens mij gebeurt. Dat zou natuurlijk hem ook kunnen overkomen. Dus hij moet ook gewoon lekker gewoon een stap maken. Ja, maar aan de andere kant, als je er nou 50 kan maken in een seizoen. Dat is toch ook wel weer een keertje gaaf. Dat lijkt mij toch? Zou leuk zijn, ja. Ja, 50. Ja, ik ben al 24 inleggen. Ja. Waarom niet? Als ik zelfs er straks een beetje ga draaien. Ja, ja, moet je nagaan dan. Kan allemaal. Hey, heb je ook nog de speech en de emotie gezien bij Dijkhuizen? Ja, die heb ik gezien. Wat vond je ervan? Hij refereerde wel vooral een beetje aan zichzelf. Hè? Dat hij ook zelf weer een lastige periode had gehad. En dat hij zelf toch wel weer erboven was. Ja, gooi hem erin. Mijn beginjaren als coach waren erg succesvol. Daarna ging het omhoog en omlaag. Natuurlijk maakt me dit trots. Na afloop was ik toch wel een klein beetje emotioneel. Op mijn eigen manier. Dit is echt een heel groot succes. Ja, maar zo'n periodetitel doet iets met de mensen. Tuurlijk. Ja, 60 kop en een play-off plekje. En een schild. Nou, is toch lekker. Maar ja, Marinus die heeft natuurlijk een historie. Want bij Excelsior ging dat zo goed. En toen kwam hij bij Brentford. Die gingen puur op data. Ja. Van Excelsior heeft dit budget en hij pakt zoveel punten. Dus dat moet een goede trainer zijn. Nou, toen viel hij eigenlijk door de mand. Hè, want hij bleek eigenlijk niet zoveel te kunnen. Dacht bij Engels. Brentford. Hij sprak niet eens Engels. Hè, dus dus ja, toen was het eigenlijk zijn carrière een beetje op een breekpunt. Ja. Ja, toen is hij naar NAC gegaan. Ja, dan, toen was helemaal niks daar. Hè? Dat is Kerkhoff, een Kerkhoff voor trainers geworden. Ja, ik zit even terug te denken aan Marinus Dijkhuizen bij NAC. Maar ik heb er geen actieve herinnering aan. Moet je nagaan. Die heeft dus helemaal niets voorgesteld bij jullie. Maar nu weer terug en op het oude nest. Nu weer terug, ja. En misschien past de club Excelsior ook wel gewoon lekker bij hem. Ja, maar bij wie niet? Kleine club, weinig druk erop. Wel vaak met leuk materiaal. Excelsior heeft vaak een paar leuke spelers in de selectie. Waarmee je lekker kan ballen. Dus misschien past dit wel bij hem. En wat is jouw gevoel als ik zeg Excelsior, dan zeg jij... Dan zeg ik eigenlijk Mike van Duinen, want ik ben daar een keer geweest voor de ruime buit op het veld. Dan heb ik hem daar geïnterviewd eigenlijk. En Hagenees, ja, je verwacht het niet. Marco Gentile was ook assistent trainer. Ik weet niet wat hij nu nog doet. Volgens mij werkt hij nog steeds voor Excelsior. Was ook natuurlijk eigenlijk een oude Haagse held. Hè, vroeger centraal in de verdediging daar. Ja. Of bij ADO en nu daar werkzaam. Dus ik denk aan de Hagenezen. Ja, en Luigi Bruins. En Luigi Bruins, was zeker. Ook zo op en die gozer... Hele goede voetballer. Kon ook alleen maar aarden, volgens mij alleen maar in Kralingen. Ja, weet je wie ik meteen denk bij Excelsior? Volgens mij is hij nu gestopt. André Hoekstra. Ja. Die oude spits, hè, dat vond ik een typische. En die is daarna, toen is hij gewoon op de bank gezeten. Ik denk dat hij assistent was. Dat wisten ze misschien zelf niet eens. Maar die heeft al die tijd door de bank gezeten bij Excelsior. Maar volgens mij heb ik een interview gelezen dat hij geruisloos afscheid heeft genomen. Okay. Na 64 jaar... Nou ja, ze hebben er sowieso toch wel een aardige track record qua spitsen. Geert ten Houde, Donnie de Groot. Ja. Toch? Niet de minste. Geert is een vriend van de show. Ja, absoluut. Hij luistert er volgens mij niet, maar hij is wel vriend van de show. Hey, we gaan even verder. We gaan het even hebben over FC Emmen. Ja. Tegen Dordrecht. Want ik heb toevallig gezien op Twitter, @onderhethunebed... Die zei, ja, vroeger vond ik de podcast leuker, want toen ging het wat minder over ADO en NAC. Ja. Dus bij deze... Heeft hij een punt, absoluut. Maar je zit natuurlijk wel met een NAC-fan en een ADO-fan, hè? Dus, ja, nee, zeker. Dat krijg je dan wel een beetje. Maar goed, we gaan het nu een beetje omdraaien. Hebben we gekeken? Emmen tegen Dordt? Ja, het schakelkanaal, hè? Dus ik heb het voorbij zien komen. Nou, ik was er niet zo van onder de indruk van FC Emmen. Nee? Nee, als je tegen Dordrecht... Nou ja, ik mag eigenlijk niks zeggen als NAC-supporter. Ja. Maar als je ADO zag, wanneer was dat? 2 weken geleden tegen Dordt? Ja. Die hoefde maar 2 keer te blazen en er stond al 3-0. Dus nee, ik was van Emmen niet zo onder de indruk, nee. Nee. Ik moet je zeggen, ik heb alleen de samenvatting gekeken. Dus alles even heel kort. Dus ik kon er niet echt heel erg wat over zeggen, als ik heel eerlijk ben. Doelpuntjes wel gezien? Ik heb de doelpuntjes zeker gezien. Hadden jullie niet... 94ste... Maar hadden jullie niet enorm het gevoel bij die laatste goal van Emmen? Hoe heette die jongen? Scholten. Ja, dat weet ik dan wel weer.
En daar schiet Scholten de bal tegen het net. Driewerf Hoezee voor FC Emmen. Had je dat? Ben Scholten. Ben Scholten. Ben Scholten. Ja. Dat is toch... Ja, mooi. Ik vind het een prachtige naam, ja. Maar bijna uit een andere tijd. Snap je wat ik bedoel? Ja, een beetje terug naar de jaren 60. Nou ja, het is toch een ik ken niet zo heel veel jongens van 17 die Ben heten. Nee, dat is waar. Niet veel, nee. Nee, dus ik vond het wel een mooie vanuit Emmen Ben Scholten. Het past ook wel een beetje bij Emmen, vind ik. Man, ik vind Emmen een beetje de hipsterclub van Nederland geworden. Okay. Sinds ze zijn gepromoveerd. Vroeger, nooit had iemand iets met Emmen, toch? Weinig. Ik dacht nooit aan Emmen, als ik heel eerlijk ben. Zeker niet aan FC Emmen. Nee? Maar toen ze zijn gepromoveerd, iedereen heeft wel sympathie voor de club in één keer. Zeker. Vind ik. Met een leuke trainer, Dick Lukien, rustige normale dat vent. Dus iedereen heeft sympathie voor FC Emmen gekregen. Nou, ik moest zeggen, ik had dat vorig jaar wel, dat is een beetje dubbel, want het was natuurlijk een soort van knuffelclub in de Eredivisie. Ja. Maar ondertussen kochten ze de een en de andere Zuid-Amerikaan voor 4 ton op de loonlijst. Ja, ze hadden best wel wat geld. Ja, dat is die Lubbers, hè? Die trekt gewoon uit zijn eigen portemonnee, toch? Dat, Maar, weet je, ik ben best wel gek altijd van Michael de Leeuw, weet je. Die speelde ook bij FCM toen. Mm-hmm. Is ook zo'n gozer, weet je. Dat vind ik een hele goede voetballer. Ja, klopt. Anko Jansen liep er rond. Dat is ook zo'n ouderwetse nummer 10, vind ik dan nog wel. Zo'n lekkere gillige speler met een mooie actie, een mooie trap. Dat seizoen toen ze promoveerden. Ook een redelijke dikke kont. En toen hadden ze nog Banning hadden ze nog. En weet je, allemaal wat meer, ja, niet de meest uitgesproken spelers, zeg maar. Ja. Dat je denkt van, goh, maar gewoon een lekker team met Bijl en dat soort jongens. Ja, ik Emmen gewoon altijd een mooi clubje. Wel altijd ver. Het maakt niet uit van waar je vertrekt vanuit Nederland. Nou, Emmen is altijd ver. Vanuit Emmeren Compascum valt het mee, hoor. Ja? Daar ben je dus ook. Dan ben je 5 minuten onderweg. Ja. Ik ben denk ik nog nooit in mijn leven in Emmen geweest. Nee? Ik ben ook, en dat vind ik best wel jammer, ik ben nog nooit in dat stadion geweest. Hè? De Oude Meerdijk, die wil ik best wel een keertje heen eigenlijk. Ja, ik ben misschien moeten we daar een keer heen met z'n drieën. Nou, dat kunnen we altijd even doen. Ik ben er eens geweest. Dat is een bizarre wedstrijd waar ik daar ben geweest. Dat had niks met FC Emmen te maken. Maar dat was FC Twente tegen NAC. En dat was voor de playoffs. Voor Champions League voetbal. Maar die mocht dat is uit welke dat tijd daar? Is dat? Ja, dan praten we over met NAC en die race. Ja, toen werden wij derde. 2006 of zo. 2005. Ja, zoiets. Ja. En toen moesten nummer 3 tot en met 6. Die speelden voor 1 Champions League plek. 2 UEFA Cup plekken. En de laatste die ging naar de Intertoto. Dus wij werden derde met NAC. En ja, uiteindelijk hebben we dus Intertoto gehaald. Ja, maar dat was dus in het stadion van Emmen. Maar wat kon je eigenlijk winnen met de Intertoto Cup? Dat bestaat niet meer. Een beker. Een paar tientjes volgens mij. Een beker kreeg je ook, het was niet een zo met die bekers. Ja, maar het was niet een dat je daar een voor volgend seizoen een Europese plek of zo mee. Ja, dat is 1 of 2 jaar geweest. Wel? Dat je door kunt stromen naar de voorronde van de UEFA Cup. Dan begin je ergens halverwege april. Is het een beetje een romantisch stadion als je daar voor loopt? Ik vind het wel een mooi stadion. Ja, absoluut. Absoluut. En de dierentuin, hè? Ja, heb je daar ook in Emmen? Ja, natuurlijk. Ja, wild park, wildlife. Tegenwoordig, hè? Ja, zoiets. Mooi, man. Maar ik wil een keer naar het stadion toe. Gaan wij een keer naar het stadion. Het hebben ook gewoon nog een mooie, weet je, achter de Oude Meer. Ja, nee, absoluut. Meer, ken jij nog iemand bij Emmen? Ja, zeker weten. Beauty by Buit. Beauty by Buit. Mooi. Nou, daar zijn we nog niet. We zijn er nog niet. Nee, we moeten nog even. Wat een bruggetje, man, van je ver. Ik zie hier nog even maatschappelijke kant staan. Oh. Ja, maar dat... Dat is ook een mooie, warme club, toch, FC Emmen? Emmen, zeker. Die doen ook goede doelenacties. Geen kind zonder cadeau, nu in deze tijden. Om toch alle kinderen te zorgen dat die een cadeautje hebben. Mooi. Dat is toch prachtig? Is een prachtig initiatief, zeker. Dus even kijken, 2 weken voor kerst gaat al aardig goede kant op. Wordt namelijk massaal gedoneerd. Nou, ik zou willen zeggen, we verdienen hier genoeg. We doen vanavond ook nog een duit in het zakje. Ja, natuurlijk. Gaan we doen. Toch? Ja, zeker weten. Ver. Ja, mijn geld is al opgegaan. Nee, wij... Nee, en een mooie club. Prachtige warme club. Ja, Beauty by Buit. Ik heb deze week voor Beauty by Buit een echte FC Emmen supporter gesproken. Arjan FCE. Volg die jongen op Twitter voor zeker. Echte Emmense voetbalcultuur. En ik moet zeggen, hij was al voor FC Emmen voordat het hip werd. Dus ik heb hem gesproken op Skype. En dan gaan we nu naar luisteren in Beauty by Buit. Oelala. Arjan, jij bent een echte FC Emmen supporter. Wanneer is die liefde ontstaan bij jou? Toen ik 13 was, ben ik een keer met mijn pa mee geweest. En Emmen lag natuurlijk bij mij, was nog 20 minuten rijden, dus ik kon niet alleen daarheen. Ja. En ben met mijn vader meegegaan en daarna eigenlijk op slag verliefd. Maar jullie zijn natuurlijk 2 jaar geleden zijn jullie gepromoveerd. Onder Dick Lukien.
Toen kwam er toch al een soort met van FCM-hype in het land. Hè? Weet je, iedereen vond FCM de, ineens een leuke club, een mooie club. Ja. En je kreeg ineens meer supporters. Wat vond jij ervan als echte FCM-supporter? Ja, in het begin was het wel even wennen, man. Ik moest in de rij staan voor het bier. Ik kon normaal zo doorlopen om te gaan pissen. Dat kon ook niet meer. Maar ik denk nu naar degradatie. En het wordt nog zo gedragen binnen de provincie. Ja. En nog steeds uitverkocht. En alle weken 7000, 8000 man op de tribune. Ja. Zonder corona dan. Ja, daar kan ik alleen maar respect voor hebben, man. Ja, mensen blijven wel komen dus nu bij een soort... Ja, en uit gaan we nu... Uitnemen nu zelfs meer mee dan in de Eredivisie. Ja, mooi, op dit moment. Hoe heet jullie supportersgroep ook alweer? Brigata. Vanuit dat is wel een mooie supportersgroep. Jullie hebben echt wel mooie acties altijd. Hoe is die groep zo ontstaan? Ik denk dat met een mannetje 7, 8 in 2016. Nou, vond het eigenlijk wel nodig om een sfeergroep te creëren. Ja. En zijn avondje bij elkaar gaan zitten, naam bedacht. Doekje gemaakt en toen is het een beetje gaan rollen, maar het is nu wel een beetje uit de hand gelopen. Hey Arjan, ik denk dat we een beetje moeten afronden, want we moeten ook door met de podcast natuurlijk, hier zo. Helemaal goed. Hey, ik wil je bedanken voor het gesprek. Ja. En ik zou zeggen, nodig maar een keer uit in Emmen, want ik heb wel zin om een keer een biertje mee te doen, man. Ja, zeker. We houden wel even contact, ja. Ja, hij was mooi. Prachtig. Nog even erbij zeggen, er kan natuurlijk ook door de luisteraars en kijkers gedoneerd worden. Link in de beschrijving, fcm.nl/geenkindzondercadeau. Maar het staat ook gewoon in de beschrijving, kan je even op klikken en doe even een donatie. Zeker, en ik wil Arjan FCE bedanken voor zijn tijd in Beauty bij Buit. Maar hij heeft het niet over zijn stadionverbod gehad, hè? Dat heb ik eventjes niet gevraagd. Nee. Had ik moeten doen. Dankjewel, Fer, dat je die jongens zo even voor de blok zet. Sorry, Arjan. Hey jongens, luister eens. Jan Smit. Iemand gezien? Ja. Jan Smit, tuurlijk. Ja. Is enthousiast. Hey, laten we het even. We hebben het niet over de voorzitter de van Heracles. We hebben het over de jonge Jan Smit. Jonge Jan Smit. De zanger uit Volendam. Toegetreden als commercieel directeur van SC Volendam. Ja, vind ik echt... Eerste reactie. Tof. Ja, vind ik echt tof. Hij volgt zijn hart, zegt hij ook zelf. Ja, ja. Ik volg mijn hart. En wat ik vooral tof vind... Kijk, die gozer die heeft eigenlijk alles te verliezen, toch? Maar die pakt wel zijn verantwoording voor zijn club. Wordt commercieel directeur. Mensen kunnen hem dadelijk ook echt gaan afrekenen. Ja. Weet je, ik vind het gewoon hartstikke tof, man. En ik vind het ook wel een leuke gozer. Hij reageert op social media altijd lekker, lekker venijnig af en toe. Ja, nee, zeker. Dus ik vind het wel een topper. Ja, echt leuk. Ferry? Ja, ik ook. Ja, jij hebt daar een columnpje over geschreven, Ik heb een columnpje over geschreven. Dat Jan eigenlijk, want in Volendam is het, als je wordt geboren, zeg maar, of je wordt zanger of je wordt voetballer. Ja. En bij Jan is het net verkeerd. Dat zei ik ook in een column. Hè. Die lag in zijn wieg te krijsen. En toen dacht ze dat is een hit. En dat was Ik zing het lied voor jou alleen. En dus toen is hij eigenlijk het zangwereldje ingerold. Maar dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Hij wilde gewoon voetballen. En dus nu gaat hij alsnog met een omweg. Mm-hmm. Alsnog eigenlijk zijn jongensdroom. Hè, de voetbal in. En ik vind het schitterend. Want hij heeft heel veel te verliezen natuurlijk. Ik denk ook dat hij zelf, dat weet ik niet zeker hoor, maar dat hij er zelf financieel wat in steekt. Want hij heeft ook echt gesponsord, hè? Met dat. Hij was al betrokken toch bij Volendam? Ja, volgens mij gewoon bestuurslid. Ja. Ik weet niet de precieze functie inderdaad. Maar nu dus toch wat meer als een officiële, zeg maar een actieve rol, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ingangen, dat, hè? Dus, ja. Maar wat jij zegt klopt. Votown is ook een tijdje shirtsponsor geweest. En ik ben toen naar dat festival geweest. Ja, dat was waanzin. Ja, dat is mooi. Ik heb nog een kaart. Hey, maar boom boom bij Lando, dans met mij de tango. Ja. Wat zeggen jullie dan? Een beetje. Het gaat eigenlijk over seks ook volgens mij, dat lied. Hè? Oh, echt waar? Een beetje vies liedje. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou weer zie, klinkt een melodie. Het gaat ook over neuken. Het gaat over de Jolante-tijd. Hij schrijft al zijn liedjes gaan over neuken. Echt waar? Zo'n beetje viespeuken. Een beetje viespeuken, hè, onze Jan. Ja. Daarom vind ik het wel een hele geschikte gast eigenlijk om een keer langs te komen hier. Zeg, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, toch? Jan Smit, kom een keer langs, man. Ja, absoluut. Dan gaan we het even... Maar wat is jouw favoriete nummer van hem? Ja, dat heb ik net al gezegd. Boom, boom bij Lando, dans met mij de tango. Boom, boom bij Lando, dans met mij de tango. Tango, boom, boom bij Lando, dans met mij vandaag. Het is net of je speelt met mijn benen. Oeh, lekker man. Ja, ja. Nee, ik ben van hoop, liefde en vertrouwen. Vind ik een waanzinnig. Kan je even zingen?
Nee. Maar hebben we nog toevallig, zijn er nog vergelijkbare waarbij zangers in besturen van voetbalclubs komen of eigenaars of... Volgens mij had je iets met Elton John. Elton John is wel ja, dat klopt, ja. Ja. En volgens mij zijn er nog wat... ja, hier in Nederland kan ik niet zo snel wat bedenken. Nee, want je hebt wel wat rijke acteurs. Ook zo'n Amerikaanse acteur. Die heeft ook aandelen in zo'n voetbalclub in Engeland. Of zo'n, ik ben zijn naam even kwijt. Zo'n kutverhaal. Klippen we gewoon lekker eruit. Klippen we er wel uit. Ja, en dan, bij NAC hebben we toen... er was een groep die wilde het overnemen. Ja. En die schermde met... DJ Chesto, hè? Met Thijs Wester. Met Thijs Siwester, echte Bredanaar. En ook een NAC-supporter. Maar ja, dat is nooit iets geworden. Misschien nu met een nieuwe... Maar ja, weet je, welke Nederlandse artiest heeft nou genoeg geld om ook betrokken echt te zijn bij zo'n club? Dat ze echt kunnen gaan investeren. Jan Smit. Jan Smit, dan kom je toch ook uit bij een Marco Borsato. Hey, Marco Borsato. Ja, die, maar die wil waarschijnlijk liever onder de 12 trainen of wat dan ook. Ja, dat moet je niet meer doen. In plaats van een bestuurlijke rol. Nee, dat laten we dan bij FC Emmen. Dat zou mooi zijn. Jannes bij FC Emmen. Ja, Jannes bij FC Emmen. Even één vraagje over Jannes. Ik meen mij een reclame van Jannes te herinneren waarin hij in een hele grote geautomatiseerde, gemotoriseerde winkelwagen rijdt. En dat zou dan een reclame... Maar heb ik me dat verbeeld? Of nee, is heb jij dat verbeeld? Zo? Ik denk heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat jij dat... Oké, daar gaan die we was verder. Hé, Twaggers! Twaggers bij Heerenveen. In een naaidaai. Nee, dat is de kast. De kast, hè. Want dat is Twaggers al Webbiesdoe. Webbiesdoe, bij Heerenveen. Dat zou ook wat zijn, hè. Ja, maar je hebt het toch wel... Is Rowan Hezen niet ook... Rowan Hezen? Roda JC. Of VVV-minded. Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, maar die pronken er allemaal mee, die Limburgs clubs met Rowan Hezen. Je zou eigenlijk voor een FC Limburg moeten gaan. Ja, dat is het mooiste zijn. Of dat Jamie Westland gewoon aandelen even bij ADO koopt. De drummer van Direct. Zo kunnen we samen met Spike. Is ook een Formule 1 fan trouwens. Ja, dat zag ik even voorbij komen. Ja, Jamie Westland. Zijn er wel twee dan? Ja, ja, twee absoluut. Hey, René Vroger bij Ajax. Hey. Maar die komt uit de Oude Kerk toch? Oude Kerk aan de Amstel? Ja, ja, dat is Bolle Jan toch? Bolle Jan. Ja, nee, dat is ouwe, ja, maar wat heb je voor de rest nog in Rotterdam? Ja, ik weet dat Unique, die rapper, is jeugdtrainer geweest bij Feyenoord. Unique. Ik vind dat ze in Rotterdam maar naar twee artiesten mogen luisteren. Gewoon Litouwers, Ronnie Flex. Klaar. Oh, oké dan. Nou, leg dat broederliefde maar uit. Ja, oké. Okay. Ja, maar noem even drie nummers van Litouwers dan. You Never Walk Alone. Die hij zelf geschreven heeft. Ja, laat maar zitten. We gaan verder naar een ander onderdeel, dames en heren. Ik ga even mijn telefoon pakken, jongens. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht echt van vanavond gaat het weer gebeuren. De mystery guest. De mystery guest. Ja, kom maar. Doen we alvast even één vraagje weer even, dames en heren. We hebben andere vragen tegenwoordig. Pak er even eentje, Joop. Ja. Dan weten we waar we zo meteen mee gaan. Aftrappen. Ja, volgens mij hebben we alle vragen alweer 6 keer gehad. Wie is je ijdelste teamgenoot? Okay. Dat is de eerste vraag. Mooie vraag. Mooie open vraag. Okay. Mooie open vraag. Zal ik ook een schoen pakken? Ja, pakken jullie alvast even een vraagje. Ik ga eventjes het nummer even opzoeken. Ja, ik vind het altijd zo verschrikkelijk leuk, hè, dit. Ik pak eens even wat. Ik zie dat in die schoen. Van Jinti. Maar ik zie dat er nog meer Jinti in zitten. Deze zijn er nooit geweest, hoor. Nee? Deze goed. Vragen. Maar ik heb ook echt het idee dat we elke week precies dezelfde vragen doen. Ja. Even kijken. Ik ga in het nieuwe jaar ga ik wel wat vragen verzinnen ook weer om het lekker op te schrijven. Ja, mogen de mensen thuis ook, hè, de luisteraars? Mensen thuis mogen zeker ook hun vragen en een beetje leuke vragen, geen corona, mogen ze lekker insturen. Ja. Kunnen wij ze lekker originele vragen willen we. Zeker. Originele vragen. ik kijk even naar Mart. Mart. Ik heb een kuchie. Is hij klaar? Even kijken. Dan gaan we bellen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Jazeker. Het ging naar doen. Ik denk die gaat met zijn laptop bellen. Maar. Nee. Sorry mensen, ik heb echt een klein kuchie. Ja, dat hebben we geen. Er zit een wat dingetje vast in mijn keel. Je hebt het al gehad, toch? Zeker, ik voel me topfit. Nee, ik heb echt een kriebeltje. Ja, dank wel. Een hele goede avond. Een hele goede avond, mystery guest van onze podcast. Volgens mij heeft Mart je wel het een en ander uitgelegd al. Wij gaan zometeen gaan Joop en Ferry Omstebeurt een vraag aan jou stellen om erachter te komen, ja, wie er aan de andere kant van de lijn hangt. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Joop. Hallo, met Joop Buiten hier. De allereerste vraag. Onder welke trainer ben jij gedebuteerd? Ruud Brood. Hey, Ruud Brood. Trainer van ADO op dit moment. Is dat zo? Je verwacht het niet dat hij een linkje maakt naar ADO. Je verwacht het niet. Ferry, volgende vraag. Van welke club speelde je de meeste wedstrijden?
Excelsior Rotterdam. Excelsior Rotterdam. Okay. Excelsior. Schrijf jij mee, Joop? Ja, ik schrijf wel. Ik schrijf mee. Excelsior Rotterdam. Oké. Okay. Wie is jouw ijdelste teamgenoot? Zo. Ja. Zo. Sander Fischer. Sander Fischer. Sander Fischer. Hey, die kennen wij. Die kennen wij. Die hadden wij verleden week in de show. Of twee weken geleden was dat. Oké, Sander Fischer. Maar dat heb je wel gehoord, toch? Vaste luisteraar. Ja. Welke tegenstander haat je? Ik heb niet zoveel haat aan andere spelers, maar ik heb het ooit uitgesproken. Weghorst was wel een jongen. Weghorst, ja. Ja, die is voor de rest natuurlijk in Nederland super geliefd. Helemaal niet zo'n rare, niet zo'n rare keuze. Hoe oud ben jij? 31. 31 jaar. 31. Omschrijf jezelf als speler in één woord. Klasse. Klasse. kijk. Even kijken hoor. Speel jij op dit moment in de keukenkampioen-divisie? Nee. Ah. Niet. Niet in de KKD. Wat is de laatste wedstrijd die je speelde? Oh ja. Jong PSV uit. Jong PSV uit. Laatste wedstrijd. Dus het was wel KKD dan. Ik dacht eigenlijk dat het NAC uit was. Klopt, die is een naam. Dat was maar 3 minuten, maar dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ja. 1 minuut zelfs. NAC uit. Ja. Oh. Ja. Wie is aan de beurt? Ver? Nee, Joop. Wat is je mooiste KKD-herinnering? Ja, het was nog Jupiler League. Kampioenschap met RKC. Jupiler League kampioen met RKC. Oké, goeie. Kampioen. Ja, dus dat is niet echt KKD-competitie. We rekenen hem goed. Kampioen met RKC. Dus RKC. Je bent gedebuteerd bij Excelsior, Rebrood, RKC. Excelsior. Jeetje man, dit is wel weer lastig hoor. Maar ja, mogen wij geen vraag zelf? Ja, natuurlijk. Ja, volgende vraag. Zelf ja, ik ben benieuwd bij welke club je vorig jaar speelde. Mooie vraag. Vorig seizoen speelde ik bij Helmond Sport. Jeetje. Oké. Wat is het grootste misverstand over je? Ja. Dat ik een arrogante speler of jongen ben. Oké, ja, want dat werd wel af en toe gezegd over je. Ja, dat werd wel eens... niet in mijn gezicht, maar dat werd wel eens gezegd en gevonden. Oké. Ja? Okay. Door wie? Door Wout Weghorst. Even kijken. Wat is de beste speler waar je mee speelde? Ja, lastig. Ik denk... Dirk Boerichter. Dat is een okay. RKC dan. Mag ik? Ik doe ook een vraag. Wat is de speler met wie je samengespeeld hebt die de grootste carrière gehad heeft? Jullie laten me wel graven. Ja, daar zitten we voor. Ik dacht dat jullie mij moesten raden. Jullie laten mij. Ja, jullie zetten mij aan het werk. Man. Het gaat ook om het verhaal. Hè. Ja. Ik denk dat Yvan de Snow wel een aardige carrière heeft. Ja, die dacht ik ook aan. Ja. Hey, wie is eigenlijk in jouw carrière jouw favoriete trainer geweest en waarom? Je stelt me wel vragen. ik heb uiteindelijk heel fijn met Jan Vreeman samengewerkt. Bij Jan Vreeman? Nee, John Stegeman. Oh, John Stegeman. Bij Go Ahead. Bij Go Ahead. Hey, jongen, ik vind nou wel dat de eerste raadjes moeten nu wel komen, hoor, Ferry. Nee. Nou, ik heb een... Ja, ongelooflijk. Nou, nee, want ik heb nog een hintje gekregen van onze producer Mart Stiekem. Ja. Die zegt dat je ook bij NAC hebt gespeeld. Ja, dan heb ik ze echt allemaal opgenoemd. Bij NAC ook gespeeld? Even NAC denken. Jij hebt echt... Ja, ik ben supporter van NAC, dus nu moet ik even aan de bak. Ja. NAC, Goat Eagles, RKC. Joop vraagt nou eens een keer een positietje. Ja. Vorig jaar Helmond, toch? Ja. Ben jij een... Je klinkt als een middenvelder, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik weet het. Oh, Ferry gaat weer aan. Ferry weet het. Komt hij aan. Vorig jaar Helmond, toch, voor de zekerheid? Ja. Ja, dan is het Jeff Stans. Dat is helemaal waar. Ja. Jeff Stans. Puntje voor Ver.
Oh, lekker. Ja, bij Go Ahead, hè, was een goede periode, toch? Go Ahead, een goede periode gehad. Op een seconde na niet gepromoveerd, helaas. Ja. Oh, tegen RKC. Ja. Tegen RKC was dat. En uiteindelijk bij Excelsior Rotterdam dat is een periode gehad. Ja, je hebt ook een goede periode bij Excelsior gehad. Want ik wil niet slijmen, hè, Jeff. Maar ik vond je altijd een hele mooie speler, ja, man. Echt een mooie middenvelder, mooie trap, mooie houding. Daar hou ik altijd van. Ik was altijd wel fan van jou. Ja, dankjewel. Dat ja. Even kijken. Alleen die houding heeft me ook wel eens tegengestaan. Hoe moet ik... Want dat over het arrogante. Is dat echt, heb je echt het gevoel dat dat vaak over je gedacht en gezegd is? Ja, niet zozeer, maar heeft het net over mijn houding. En ja, dat weet ik van mezelf ook. En dat werd vaak als flegmatiek gezien of nonchalant. Als het niet goed ging en als het goed gaat, was het fantastisch. Ja. Dus want... dat werd te vaak gezegd. En dan had ik altijd wel mijn woordje klaar. En dan wordt dat snel gezien als arrogant. Ja, want je hebt even een andere vraag. Je bent 31 en je geen club momenteel. Heb je nog ambitie of hoe moeten we dat zien? Nee, ik heb zelf een bewuste keuze gemaakt om niet verder te gaan als voetballer. Ik ben nu als trainer. Daar ben ik nu al bijna 14 jaar mee bezig. Eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière. En ik heb nu bewust de keuze gemaakt voetbal aan de kant en trainersvak op te pakken. Oké, dan. Want je hebt eigenlijk dus al vanaf begins af aan ook al de hè, bij sommigen komt het wat later om trainer te willen worden. Ja. Nee, ik eigenlijk al vanaf het begin. Bij RKC begon het al. Dus ik heb een sport- en beweegopleiding gedaan. En vanaf daaruit eigenlijk altijd een clubje in de buurt blijven trainen. En dat werd steeds meer. Dus, Oké. En ben je nu ook al actief bij een BVO of nog niet? Nee, dat niet. Ik ga volgend jaar met TC1 doen. Dus nieuwe papieren voor de KNVB. En dan ga ik wel stage lopen bij BVO. Maar ik ben nu nog actief in de tweede klasse. Dat is het hoogst haalbare wat je nu tot nu toe kan trainen. Met deze twee. Oké, mooi. Hey, en wil je dan beginnen bij de jeugd? Of wil je echt wel gelijk instromen bij de eerste selecties? Nou, ik wil het liefst instromen bij de bovenbouw, ja. En dat zou de onder 21 teams zijn of bij een eerste elftal selectie. Oké, goed om te horen. Ja, en, volgen. Ja, zeker. Prima. Jeff, dankjewel. Ja, valt het je mee hoe snel ze je geraden hebben? Nee, dat was wel redelijk. Alleen ik moest best wel zelf veel zeggen. Ik moest veel hintjes geven, hoor ik. Ja, maar dat is... opgenoemd. Ja, nee, maar het was helemaal perfect. Ik heb daarna wel wat veren in zijn reet gestoken. Ja, precies. Joop Buiten is fan van je. Ja, zeker. Zeker. Echt een NAC-fan. Bij NAC was het niet durven wel. Nee, dat klopt. Maar goed, ja, er waren wel meer toen. Nee, dat was een rommelig jaar. Ja, klopt, ja. Ja. Ah, ja. Jeff, bedankt je wel. Wij gaan verder. Dank je. Kom een keertje langs, zou ik willen zeggen. Heel veel succes met het trainen. En we spreken elkaar later. Yes, gaan we zeker doen. Oké, dank je. Hoi. Joi. Ja. Leuk, Jeff Stans. Goede voetballer vond ik dat. Ja. Mooie speler. Wel mooi dat ik hem even moest vertellen dat hij nog 1 minuut was ingevallen ooit een keer tegen NAC. Ja, hij was 3 minuutjes, man. Maar dat vergeet hij. Nee, 1 minuut. Maar dat vergeten die gasten toch. Maar ik vergeet je dat echt? Ja, heel tuurlijk. Nou, misschien was het wel die wedstrijd zelfs. Maar dat ik toen inderdaad dacht van, Jeff Stans bij Helmond Sport. Ja. Dat verwacht je niet, hè? Dat betaalden ze nou niet om te zeggen. Nou ja, plus. Boek. En dat hij vorig seizoen gewoon ook nog aanvoerder was bij Helmond. Ja. Eerste deel van de competitie. Ja, maar ook reserve gewoon. Maar hij is nooit echt doorgebroken in de Eredivisie. Hij kwam toch vrij laat, dacht ik, nog in de Eredivisie. Ja, half 8, hè, s'avonds. Ja, maar het was die middagwedstrijd, hè, op zondag. Ja. Even kijken, hoor. Want hij was toen... Ja, dit gaan we echt even checken. Ja, ik ga dat even checken, ja. Sorry, dat is Lars dan weer, hè, luisteraars. Die gaat het echt even checken. Ik heb gewoon 3 vragen geskipt die jij al had gesteld, hè. Dus volgens mij is het alle vragen dat 3 keer in of zo. Moeten we meteen even een klein oproepje doen. Hebben we gedaan toen jij mensen, belde? Ja, hebben we gedaan. Mensen, stel dus ook gewoon je vraag. Stuur het in en dan kunnen wij die meenemen in de Mystery Guest. Ja, by far een van de leukste onderdelen van onze podcast. Hey, we gaan verder. Dit was leuk. Hoe gaat het met jouw Buck Zero aandeel? Ja, Kiesna is gewisseld deze week. En dat deed mij wel pijn, hè, want... Ik had wel echt het gevoel, mijn Buck Zero aandeel, die gaat alleen maar richting de top. Maar het is niet altijd feest, hè? Nee. Daarom zeg ik ook iedere week, jongens, jullie moeten je zeker inschrijven bij Buck Zero. Maar het is geen financieel advies. Nee, geen financieel advies. Nee.
Maar? Ja, hij is gewisseld. Maar wat zeg jij? Gelijk in waarde of daalt hij? Nee, maar dan daalt hij wel. Daalt hij wel, natuurlijk. Want je moet wel, als je een Buxero speler hebt, moet je wel gewoon 90 minuten pakken. Het liefst, vind ik. Ja. Zij daalt een beetje in waarde, maar ik blijf hem trouw. Ik blijf hem heel erg trouw. Dus Kiesna is mijn Buxero speler. Heel goed. Ook volgende week. Ferry? Ja, eigenlijk hetzelfde als de week ervoor. Wel ingevallen. Eerste wissel was hij, zeg maar. Dus, ja. Dus hij zit er wel bij. Maar het is niet wat ik een aantal weken geleden had verwacht. Ja, maar jij hebt hem heel groot gebracht. Ja. Als het talent. Maar dat laat hij aan mij nog niet zien. Misschien heb ik hem iets te veel... Gehyped. En heeft hij nu even een klein dipje? Iets te veel, zegt hij. Ja. Ik dacht echt, want er komt een beest in dat veld. En die speelt volgend jaar bij Real. Zo bracht jij hem. Nee, ik denk er zit nog een jaar tussen. Nog een jaar tussen een jaartje nak. Ja. Maar... kunnen we wel zeggen het Banzuzi-effect? Wat NAC scoorde er nou wel? Banzuzi-effect, nee. Oké, duidelijk. Die van mij, Soufiane Anah, gaf een assist op de 1-0, geloof ik. Die al vrij snel in het bandje lag. Van lekker van gescoord, hè, daar. Absoluut. Maar, dat is wel mooi natuurlijk, want dan stijgt hij een beetje. Ja, nee, absoluut. Is jullie nog wat opgevallen in die wedstrijd tussen Roda en Den Bosch? Ja, die mouwen. Iets op het mouwtje? Ja. Chef keukenkampioen divisie op de mouwen. Ik had hem er nog niet ingegooid vandaag. Even een kleine plug. Ja, heel goed, dat mag ook. Ja. Maar was het leuk? Dat was hartstikke was leuk. Was je trots dat je dat logo op je arm zag? Ik vond dat wel vrij vet, ja. Als je dat fluken ziet met Chef keukenkampioen. Ja, dat is waanzinnig. Rodi de Boer. De Chef keukenkampioen op zijn mouw. Maar komt er ook een item van? Of was het ja, aankomende donderdag, nieuw item. Plus... Ik ga nu niet te veel verklappen, maar misschien wel een kleine giveaway van een van die... Van die gasten? Okay. Van een van die shirtjes. Lekker, we gaan het meemaken. Alle vijf de Roda supporters even goed opletten wanneer het komt. Hey, die kunnen er allemaal twee krijgen. Een klein weetje. De opa van Rodi de Boer is mijn trainer geweest in de tweede van Forum Sport. Maar laten we nu verder gaan. Maar dat heb je volgens mij een paar weken terug ook al verteld. Ja, dat blijf ik vertellen. Ja, zo is het ook. Dames en heren, we zijn aangekomen bij... De voorspellingen. Joop, jij had het... Zijn we er nu al? Ja, jij had het vandaag opeens over... Ik ben echt benieuwd naar de quiz vandaag. Hè, zei hij. Ik dacht dat dat item de quiz heette de hele tijd. Maar ik heet dus de voorspellingen. Ik zeg elke week, we gaan naar de voorspellingen. Ja. Ik heb het woord quiz nog nooit in mijn mond gehad. Nou, ik noem het steeds in mezelf de quiz. Okay. De quiz, weet je. Maar het is dus de voorspellingen. Ja, want ik vind de quiz ook veel leuker klinken. Ja, maar bij een quiz staan de antwoorden toch al vast. Ja. Daar kan je iets goed of fout hebben. Hier weet je op dit moment nog niet of het goed of fout is. Ja, maar dat maakt toch allemaal niet zo heel veel uit. Moet ik wel zeggen dat bij Joop's voorspellingen weet ik vooraf wel of het goed kan zijn of fout is. Hoor. Ik pak wel weinig punten. Schaam het kapot, ja, we gaan even naar de stand. 7 voor mijn persoontje. Hoekie B, 8. En Joop, 6. Ik ga meteen in beroep. Want ik zag in het draaiboek iets staan over kale trainers. Oké, daar komen we. We gaan eerst even een kleine introductie. Dames en heren, jullie kunnen natuurlijk zelf ook meespelen. Vrijdagmiddag om 4:00. Even een reactie of een quote tweetje met de voorspellingen. En wat kan je winnen? Een mok. Lekker. Kan ik hierbij vermelden dat de reeds gewonnen mokken zijn op de post gegaan. Leuk. Wat ik eigenlijk graag wil zien, als je die mok binnenkrijgt, maak even een foto van jezelf met de mok. En hashtag... Hashtag eerste de beste. Op Twitter, Instagram, het mag allemaal. Maar wel een ludieke foto, hè? Ja, wel een niet zomaar aan de keukentafel. Nee, je moet wel iets, dat je zit te scheiden of zo. En dan die dan die beker vast hebt. Dat is content. Met een shirt van Topos aan. Of dat hoeft voor mij niet, maar het zou wel leuk zijn. Nee, het is wel... Het zou zeker leuk zijn. Maar jullie kunnen dus allemaal meespelen vrijdagmiddag 4:00. We beginnen met de eerste voorspelling van vorige week. Wat wordt de uitslag van Excelsior MVV? Joop, jij zei 1-0. Fout. Ferry zei 1-2. Fout. En ik zei 3-1. Fout. Ook fout. Ik zat dichtstbij. Allemaal fout. Gebeurt. Hoezo? Oh ja, ook twee. Ik zat 3-1. Eén doelpunt naast. Het is eigenlijk ook een eng mannetje af en toe, die hoek. Ja. Je hebt gewoon fout, hoor. Ik zat er wel dichtbij. Oké. Okay. Welke ploeg heeft de meeste spelers met een niet-Nederlandse nationaliteit op het veld vrijdag en is het Vreemdelingenlegioen van de week? Vertel. Jij zei... Roda. Jij zei... Ik zei MVV. En ik zei Helmond Sport. Nou, wat blijkt? PSV, Roda, Emmen en Helmond hadden de 6. MVV en Dort hadden de 5. Wij twee een puntje. Lekker man, hè? Lekker. Eindelijk een puntje in de voorspellingen. Ik ga vanaf nu ga ik het goed zeggen. Vorige week hadden we, die week daarvoor, hadden we de oudste speler aan de aftrap. Ja, nu hadden we de jongste. Nu de jongste. Hadden we het ook fout, hè, volgens mij. Banzuzi was fout van Ferry. Devin Haan had ik ook was fout. Ja. En ik zei Bouchouari, maar die is al ruim in de 20. 30. Het antwoord was Joey Antonoli.
Antonioli. Ja, maar van FC Volendam. Ja, 12, hè? 12 jaar. Netjes hoor, hé. Ja. Is goed, Marco. Hoeveel kale coaches winnen hun wedstrijd dit weekend? En ja. Nu komt er eigenlijk een ja, nu komt er een is Dick Lukien kaal? Ja, want... Dat is eigenlijk een beetje de ja. Ja, maar dit had ik dus aan Arjan moeten vragen eigenlijk. Hè? Of die... Arjan FCE. Of de hele Lukien kaal vindt. Waarbij ik Lukien kaal vind. Hij zit, want die kijkt iedere week op die bas van hem natuurlijk. Maar Dick Lukien heeft ook die heeft minder haar dan Lars. Nou, wel langer. Ja, aan de, hier bij de oren. Ja, ik weet niet of we hier vandaag uit gaan komen. Of Dick Lukien kaal is jou. Laten wij eventjes, even om deze vraag, even contact zoeken met Dick. En dan volgende week even vragen. Met Dick? Ja, met Dick Lukien zelf. Met Dick Lukien zelf. Ja, even vragen of hij zijn eigen hoofd zou categoriseren. Ik vind het een journalistieke vraag. En dit kunnen daar ben jij goed in. Dit ga ik uitzoeken. Ja. Is Dick Lukien kaal of niet? Ja. Okay. Er zit niks tussen, hè? Niet semi-kaal. Nee, het is kaal of niet. Nee. Klaar, dat moeten we weten. Als hij in Wie is het zit en vragen... Heb jij haar? Ben je kaal? Dan moet hij ja of nee kunnen zeggen. Moet hij om of niet? Heel goed. Belangrijke vraag. Dit gaan we tot de bodem uitzoeken. Heel goed. Dit wordt het volgende diepgaande journalistiek. Dus maar we laten deze eventjes voor nu even het punt voor Ferry. Oké. Ja. Even kijken. Dus de stand zonder punt voor Ferry is dus 7, 8 en 6. Ja. Wie had er het goed? Ed Pro Thijs had A en B goed. Ed Juri Nak. Dus waarschijnlijk Juri. De broer van Joop Nak. Had A en D. En Vregge. Vregge 89. Een redelijk bekende Twitteraar, toch? Zeker. Had A, B en D goed. Netjes, man. Drie en wint een mok. Vregge, stuurde ons even een DM. Gefeliciteerd, Vregge. Onze vechheld. Ja, man. Het vechel, hè? Vechheld. Blauw-wit 58. Die mok krijgen, als jullie die mok krijgen, maak een leuke foto van jezelf. Dus jij ook, Freek. Even een fotootje. Hashtag eerste beste. Die is wel kaal, trouwens, hè? Ja, daar staat er geen verstand over. Nee. Even kijken, vorige week rectificatietijd. Maar dit keer eventjes voor Mart. Mart, wat had hij namelijk vorige week gezegd? Ja, wat had hij gezegd? Wat ik ook schandalig vind, is dat geen van ons drieën eventjes ingevallen is om daar even te zeggen. Maar ga verder. Het was namelijk niet Fluke die de eerste goal maakte, het was vorige week Shirai van Dordrecht. Dat even gezegd hebben. Maar jij zegt dan, ik vind het schandalig van ons drie. Kijk, jij bent de kenner hier, hè, Lars? Ja, maar ik lees jij gewoon bent alles de op. Kenner. Weet je, ik en Ferry hebben ook gewoon nog een baan, hè? Ja, maar ik ben gespreksleider. Nou, en ik moet zeggen, ik dacht ervan, Docht kwam toch 1-0 voor in Black Friday. Maar ik denk van, Mart, die is 36 uur per week. Is hij bezig met deze podcast, hè? Dus 70. Moet dat goed hebben. 70 uur werkt hij, 36 uur voor deze podcast. Is gewoon een fulltimer, hè? Dus ik denk, die gaat dat niet fout hebben. Ik vraag me dan echt af wat hij dan doet. Of met dat draaiboek is hij 20 uur bezig. Ik denk dat hij 35 keer de podcast terug luistert. Anders zou ik niet op 35 uur komen. Maar goed. Joop Nak, die won dus wel de mok. Ja, zeker. Voorspellingen van deze week, dames en heren. Ja, spannend. De voorspellingen. Ja, en het is ADO tegen NAC. Ah, vrijdag. ADO NAC. Hoe zitten wij hier volgende week? Ja, dat kan alle kanten op gaan. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar ja, dit is niet eens een vraag voor mij, eerlijk gezegd. Een ADO in deze doen sloopt NAC. Echt. 5-0 gaan wij eroverheen. Denk je? Ja, joh, dit is voor mij niet eens een vraag, man. Een ADO in deze vorm. We hebben al 6 wedstrijden gewonnen. Dinsdag spelen wij tegen Gemart. Nou, die geven we ook even een pakkie. Ik moet wel zeggen... Dus wij gaan vol vertrouwen gaan wij die wedstrijd in. Ja, ik vind het 4-5-0. Ja, sorry. Ik vind het bijzonder om vertrouwen te tanken uit 1 afzwaaier die erin gaat van Sam Stijn. Ja. Die penalty van Thomas Verheid. Als hij geen slap polsie had, dan had hij hem gewoon tegengehouden. Hij zat zelf ook. Ja. Okay. Dus ik bedoel, ja. Maar hoeveel was het geworden? 4-2. Ja. Of 4-1. 4-2. 4-2. Nou, dan had het 2-2 geweest. 3-2 was het. 3-2. Ja. Sorry, want ik moet nog even denken aan die laatste kans van Verheid. Die had erin vermogen. Maar dat kwam, hij stopte al met lopen. En toen dacht hij, shit, nou moet ik toch nog. Ja, toen was hij te laat. Ja. En toen schoot hij naast. Ja, klopt. Maar dat terzijde. Nee, maar ik zeg 4-0. Oké. Okay. Ferry. Zo. Ja, kijk, alles wijst naar ADO, hè? Dus ja, 0-3. Ja, weet je, we kunnen hier wel wat spannends van gaan maken. Maar dat is het niet. ADO wint gewoon 4-0. Weet je wat ik het lekkere vind? Kijk, dat NAC wint, dat staat voor mij buiten kijf nu. Maar dan hebben we ook meteen die Banzuzi.
Ja. Die met zijn Buxero aandelen eroverheen. Ja, ja, maar we gaan het vrijdag. Maar we zien het nou, sowieso. Maar we zien het vrijdag wel. Ik ga heerlijk met een lekker drankje, lekker zitten, lekker kijken op mijn gemakkie. Misschien wel een ADO-shirtje aan. Nou, weet je, we gaan wel gewoon een hele mooie avond ervan maken. En we winnen gewoon met 4-0. Weet je wat ik heel jammer vind? Heerlijk. Ik heb een goede bekende van mij uit Hoeve. En die, ja, heeft een, die heeft een kledingwinkel, Wild Store in Hoeve. Zo. Zo. Wild die doen, Store? Wild Store. Ja, hij heet Arjan de Wild. Arjan de Wild heet hij. En Wild Store. Hey, maar, dat vind ik leuk voor. Maar wat verkoopt hij dan? Ja, kleding. Kleding. Ja, maar dan? Die hebben, hij heeft dus een kledingzaak in Hoeve. Eentje. Zo. Eén kledingzaak. Oké. Okay. Maar die heeft dus heel veel connecties met Cars Jeans. Dus die was uitgenodigd in een boxie. Ik mocht mee. Wat zei je? Had niet gehoeven. Nou ja, ik had er wel zin in. Lekker gratis drinken hier in Den Haag. Maar ja, helaas. Cars Jeans. Zonder publiek, hè? Helaas. Lekker merk ook, hè? Ja, Cars Jeans. Top. Het Cars Jeans Stadion. Ja, joh. Mark, maar nog om even te noteren. Ik ga voor 3-1. 3-1. Okay. Voor ADO? Ja. Ja. Je hebt gelijk, Larsie. Want jij wil die punten pakken. Oké, kom. Ik wil zelf ook een mok. Ja. Hoeveel minuten spelen de drie Buxero spelers gecombineerd? Ja. En dan hebben we het dus over Kishna. En die speelde dus... even kijken. Banzouzi is een invallertje voor een minuut of 35 normaal. Hè? Of laten we zeggen half uurtje. Anag start meestal wel. Ja, maar die speelt ook meestal... hij is wel een buitenspeler. Hè? Die worden ook wel eens gewisseld. Ik ga voor... 200 minuten. Ja, meen je dat nou? Ja, ja, jammer. Wil jij net zeggen? Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ver? Ja, ver eerst. Ver eerst. Even denken. Ja, Kishna wordt na 35 minuten gewisseld. Want dan staat het al 0-3. God. Even kijken. Banzouzi net na rust erin. Dus dat is 85. En Anag speelt alles. Dus 175. 175? Ga jij ertussen zitten? Nee, ik ga wat omhoog. Oké. Ik ga wat omhoog. Ik zou voor 280 gaan. Dit wordt zo verschrikkelijk spannend, mensen. Dit. De voorspanningen wordt zo spannend deze week. Ik weet 210 minuten. 210 minuten. Nou, ik zeg het gewoon. We noteren het. Is het een benaderingsvraag of moet die gewoon goed zijn? Nou, het dichtstbij. Dan de vraag, hoeveel doelpunten maakt Dallinga tegen Dordrecht, maar... In de eerste 30 minuten. In de eerste 30 minuten. Ja, ik had de vraag al gezien. Ik heb erover nagedacht. En? Oh. Het antwoord is? 1. 1 minuut? Nee, het gaat toch om hoeveel doelpunten, toch? Ja, Lars, je hebt de vraag weer verkeerd in zijn kop. Nee, is goed. Oké, 1. Hij maakt 1 doelpunt. Ik ga voor 2. Ja? Ja. Ja, ik moet toch wat zeggen? Ja, je moet wat zeggen. Ja. Het is toch, maar... die gaan met 11 voor die goal liggen. Joh. Dat zeker is de half uur. Jongens, dan de laatste vraag. Welke keeper krijgt vrijdag de meeste doelpunten om de oren? Ik zal eventjes zeggen. Ja, dat weet ik al. Nou? En Nicolai. Dat is duidelijk. Dat is Nicolai natuurlijk. Sorry, Nick. Het kan de keeper. Het is VVV, OS, Telstar, Jong PSV, MVV, Emmen, ADO, NAC, Almere of Volendam. Welke keeper? Wie keept er bij Telstar? Is dat Dinges? Hoe heet die? Doornbus? Even kijken. Zoontje van Sander Westerveld kiept gewoon bij Jong AZ, hè? Ja, klopt. Grappig, joh. Ja, klopt. Worden ook al, maar wij worden ook oud, hè? Hitsi, je bent toch altijd, weet je, Sander Westerveld, daar keek je naar. Wij worden oude lullen, man. Die hebben maar dat is gek, hè? Want die zoontjes gaan allemaal. Ja, maar dat is het rare, hè? Dat er gewoon spelers zijn wiens carrière al voorbij is, zeg maar, die je gewoon hebt zien debuteren. Ja. Maar weet je alleen meer, ik ben net iets ouder. Sander Westerveld was 17 jaar. Bij Twente volgens mij. En die ging keeper. Die werd gewoon eerste keeper. Dat was sensatie. Keeper van 17 jaar. Ja. Nou, en die seizoen keeper. Zo'n keeper naar een jonge set, maakte laatst ook wel een fout, jongen. Die speelde zo'n bal in de voeten. Volgens mij van Muren was dat, een paar mikketsertjes gemaakt al. Weet je al wie de keeper bij Telstar? Anders kies ik hem. Nee, El Aouzane. Ja, nee, dat is hij. Dat wordt hem. Ja. Oké. En dan ga ik voor... dan ga ik voor... Zit je Joop, heb jij al antwoord gegeven? Ik heb al lang. Nicolai. Ik ga voor Matthijs van MVV. Matthijs heet hij, geloof ik. Het is trouwens best wel een bijzondere wedstrijd. Wordt er toch gespeeld deze week? Afgelopen week. Wat hadden we het eventjes over? Almere, of Telstar Eindhoven. Telstar Eindhoven. Dat is de wedstrijd die het meest is gespeeld in de keukenkampioenschap. 85 keer, zeg ik. Ja, dat zei jij. Jij bent van de research. Volgens mij hoor ik... Dat zijn de twee dino's, hè? Maar hoor ik Twan van Pepper Street zeggen. Ja, maar heeft die wedstrijd ook een naam? Weet je, Ajax Feyenoord is de klassieker. Ajax PSV is de topper. Nou, eigenlijk niet.
Nee, hè? Is het tijd voor een naam? Precies, een goede naam. Een naam, toch? Telstra tegen... Telstra Eindhoven. Ja, nu was het andersom, hè? Eindhoven-Telstra. Ja. Daar moeten we eigenlijk misschien ook met onze luisteraars misschien een leuke naam voor verzinnen. Die moeten we omdopen tot... Iets moois, in ieder geval. Ja, echt een... Stuur het even in. Dames en heren, stuur het even in. Mag onder de tweet van 4:10 op vrijdag. Zeker, dan gaan we het daar volgende week over hebben, toch? Ja. Ik noem ze nog even één keer op. Dus de voorspellingen van ADO NAC, de uitslag. Hoeveel minuten de drie Buxero-spelers bij elkaar voetballen. Hoeveel doelpunten van Darlinga in de eerste 30 minuten. En welke keeper het meest incasseert. En dan doen we er nog eentje als bonus bij. Ja. Ja, dat is van de klassieker, hè? De KKD-klassieker. Ja. En dat moet een goede naam hebben. Eindhoven-Telstra. Ja. Ja. De wedstrijd die het meeste is gespeeld. Ja. Dus dat is gewoon een... Prachtige wedstrijd natuurlijk, maar die heeft nog geen goede naam. Nee, Ajax Feyenoord, dat is de klassieker. Ajax PSV is de topper. Ja. Feyenoord Sparta, dat is de echte derby. Mm-hmm. Maar deze wat is Eindhoven Telstra? Juist. Wat is Eindhoven Telstra? Deze geweldige wedstrijd verdient ook zo'n mooie naam. Ja, nee, dat vind ik toch? Ook. Dat vind ik ook. Dus dat wordt vraag E. Dus dames en heren, stuur het in. Stuur het in. 4:10 vrijdagmiddag reageren of quote tweeten. En maak kans op die... Op die mok. Zeker weten. En we gaan het daar volgende week lekker over hebben. Over hoe we die, hoe we die mooie wedstrijd nou gaan noemen. Dus stuur het in. Dat, ik vertrouw op de creativiteit van onze kijkers en luisteraars. Ik ga er zelf ook over nadenken, hoor. Joop, we zijn aan het einde gekomen. Wat is de status? Het liep. Nou, we zijn weer een stukje verder natuurlijk. Leo heeft ons goed geholpen. Vorige week hebben wij met Leo Driessen gebeld. We hebben het over gehad. Wij hebben de tekst. De tekst is klaar. En wij hebben een producer zo gek gevonden om het lied even aan mijn moeder vragen en lekker een eigen draai te geven. Ja. Producer, de muzikale duizendpoot, Ilko van Santen. DJ Topper. En natuurlijk wel met de KKD-link, hè? Want hij heeft de begintune van FC Almere heeft hij ook gemaakt. Hè? Als die spelers het veld opkomen, dan hoor je zijn tune. Oké. Dus dat is allemaal nu nog in de maak. Oké. Dus mag ik dichterbij. En als het goed is, gaan we dat binnenkort opnemen. Maar mag ik nog wel even één ding? Vorige week was natuurlijk leuk met Leo in de uitzending. Maar hij was één line die hij afkraakte. Ja, Darlinga hou je echt niet tegen. Weer een prachtkool van Joey Slegers. Nou, dat... Maar ik moet je ook wel heel eerlijk zeggen... Die sloeg wel op dit weekend. Ja, die houden we ook erin, man. Ja, ik vind dat gewoon een prima zin. Wat weet die Leo er nou van? Kom op, zeg. Maar een paar hitjes geschreven. Ja, nou, daarom. Hey, maar... Hij is er niet rijk van geworden, in ieder geval. Hey, dus, maar weet je wat we lekker gaan doen? We gaan lekker afsluiten en dan gooien we die tune lekker erin. Ja. We gaan eerst even lekker rustig afsluiten, mensen. Ja, oh, ik ga eerst nog even een opdoen. Lieve mensen, we zijn bij het einde weer gekomen. Doe nou mee met die voorspellingen. Zeker. Vrijdagmiddag 4:00, quote tweetje of een replytje. Volgens mij heb ik het nou echt al voor de 9e keer gezegd in deze uitzending. Maar dat geeft niet. Verzin die naam voor die wedstrijd tussen Telstra en Eindhoven. Ja, vind ik leuk. Want kunnen we lekker over hebben volgende week. En dan gaan we het volgende week gewoon echt bepalen hoe we die wedstrijd gewoon gaan noemen. Ja, dat wordt toch? Hier dan eventjes bepaald. Ja, dat hier zeker. Worden de woordenboeken opnieuw geschreven. Het jargon. Joop, zullen we beginnen? Ja, man. Hey, ouwe van me, gooi die muziek lekker hard aan. We gaan er een lekker feestje van maken, toch? Dacht Heerlijk. Ik wel. Het leven is een feestje, Joop. Woe! Ik weet niet helemaal waar we zijn in dat lied altijd. Nou, hij moet nog beginnen, dus doe maar rustig. Let op, hè. Komt-ie, hè? Ik denk, jij gaat wat doen. Jij zegt zo, let op. Geboren, ook Zeun en Elmo liefdings zijn erbij. Dan komt die hoge noot, hè. En de play-offs nog. Gevoelig, hè. In mij. Jawel, hoor, mensen. Dan gaan we met z'n allen. Doe maar lekker mee, hoor, thuis. Oké. In de keuken, kampioen divisie. Wie wil er nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keuken, kampioen divisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nielsie Fleuren. Oh, wie wil dat niet zien? Het is gemaakt voor 10 en de scheids. Kan het meestal niet goed zien.
Sorry mensen, maar ik heb een beetje een kuchje vandaag. Ja, dat kan ik een riedeltje. Ga ik straks nog een keertje afsluiten? In de keuken, kampioen de visie. Tot volgende week. Geniet ervan. Stay safe. Doe mee met die voorspellingen. Ga voor die mok. En dan zien we jullie graag volgende week weer. Voor de kerstspecial. Ah, die kerstspecial. Mok is zo mooi, hè? Ja, schitterend. Hey, ja, la la la. Moet ik even zingen nog? Ga je nog rappen? Je gaat toch rappen? Ja, je wilt toch we rappen. Hebben hem, ja, maar hè? Ik vond dat die rap was echt goed, man. Wat? Ik was serieus niet een beetje... Wat was de eerste lijn? Yo, chef KKD. Met je gekke jassie. Hoezé. Darling, ga je echt niet tegen. Weer de prachtkel van Joey's legers. Cassius die maar op blijft stomen. En mag over promotie dromen. Hetzelfde geldt voor de Graafschap en Emmen. Die zijn haast niet meer af te remmen. Ado dag. Ado de nacht. Ado dag. Ado de nacht. NAC begint al warm te draaien. Onder leiding van Tommy Haaien. Bouchouari en Guusje Joppe. Roda lastig om hem af te stoppen. Telstar zorgt toch voor prachtverhalen. Helmond die de play-offs wil halen. Ado de nacht. Ado de nacht. Ado de nacht. Kom maar. Ado de nacht. De keuken kampioen divisie. Wie wil er nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keuken. Kampioen de visie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nielsie Fleuren. Ja, ja.